Ja, goed, ons is nog bezig met ons goederenmarktmodel en ons kijkt vooral hoe kan mens fiscalebeleid gebruiken om die economie tot volle indiensneming te bewegen. Ons het dan ook gekyk hoe jy overheidsbesteding verhoog, en in die geval met 200, en dan kry jy hierdie verandering in die vlak van inkomen en productie tot by volle indiensneming. Wat ons nou gaan doen is om een bietjie na belasting te kyk. Nou in hierdie geval moet ons onthou, belasting is een autonome komponent, is nie een funksie van inkomen in hierdie model nie. Wat ons gaan doen is, ons gaan belasting verlaag in die ekonomie. Nou, een verlaging van belasting lei dan daartoe dat huishoudings se besteedbare inkome verhoog. Naarmate hierdie besteedbare inkome verhoog, gaan huishoudings en hulle spandeer meer, wat dan die totale vraag in die ekonomie verhoog en sodoende verhoog die vlak van inkome en produksie. Die vraag is nou met hoeveel moet ons belasting laat daal? Nou kom ons vat net hierdie 200 en sê ek kom ons verminder belasting met 200. Dan beteken dit dat besteedbare inkome toeneem met 200. Nou is die vraag met hoeveel van huishoudings hulle besteding, verbruiksbesteding laat toeneem. Nou dit hang af van die marginale grensverbruiksgeneigtheid. In hierdie geval is dit 0.8. Hulle bestee nie die volledige toename van 200 nie, maar slegs 0.8 maal 200 is gelijk aan 160. Nou dis van hierdie 160 dat die vermenigvuldiger nou begin werk. Ons het een vermenigvuldiger van 5 en uiteindelik is die toename in inkome dan 800, wat minder is as die 1000 wat jy nodig het. So die vraag is nou, met hoeveel moet ons belasting laat verlaag om hierdie 1000 toename te kry? Die manier wat ons dit doen is om te sê, maar goed, ons weet, klein c, t moet gelijk wees aan 200, is natuurlijk hierdie deel. En ons weet, klein c is 0.8, maal t, is gelijk aan 200. En dit volg dus dat t is gelijk aan 200, gedeeldeel 0.8, is gelijk aan 250. Dit is waarmee belasting moet verlaag. Hierdie verlaging van belasting van 250 verhoog dan hierdie afsnit, c, t, is gelijk aan 200, en ons bereik dan volle in diensneming. Wat gebeur met ons begroting van die overheid? Wel, in hierdie geval, voor die verandering in belasting, was die overheidse begroting 400 minus 500, en dan bereik hierdie 400, 500, gelijk aan minus 100, het tekort. Nou verminder die inkomste van die overheid met minus 250. En die gevolg is, ons eindig dan op met een begrotingstekort van 350. So daar is een verskil tussen die manier wat overheidsbesteding en belasting op die vlak van inkome inwerk. Overheidsbesteding het 'n direkte impak op die vraag, terwyl belasting via die verbruiksfunksie die totale vraag in die ekonomie beïnvloed.